Hoe vind je het eigenlijk om dit shirtje weer aan te hebben? Ja, dat is wel heel apart. Vooral ook dat roze, want mijn shirtje was dus ook altijd verkleurd. Ja. In deze clubgenoten heb ik een groot zaalvoetballer te gast. Hij begon zijn carrière ooit op het veld in dit D-team van de club Arnhemia uit Arnhem uiteraard. En op deze foto uit 1994 werden ze kampioen. En straks mag ik al deze jongens weer bij elkaar brengen. Wap! Zo. Wat opvallend is aan deze foto is dat uit dit team vier jongens aan het betaald voetbal hebben geroken. René, die is inmiddels vooral bezig met zijn kleinkinderen. En Willy hier, die is al 20 jaar postbode. En dit jochie hier, dat is mijn hoofdgast van vandaag, Samir Makouki. Inmiddels heeft hij met Oranje al meer dan 120 interlands achter de rug. Werd hij landskampioen, won de Supercup en volgende week speelt hij met Oranje het EK in België. Zaalvoetbal heette het vroeger, tegenwoordig heet het voetzaal. Kom maar op. Hopla. Zo. Hij deed altijd gewoon zijn ding, gewoon op zijn eigen manier. Maar hij was nooit dat je dacht van, hey, hij is verbaal aanwezig of zo. Hij was altijd gewoon heel rustig op de achtergrond gewoon. Hij deed gewoon zijn ding en daar was hij ook gewoon goed in. Hij was bij ons altijd al de beste, maar bij de Graafschap was hij ook gewoon de beste. Dus het heeft mij eigenlijk wel verbaasd dat hij uiteindelijk niet op het veld heeft gebracht wat ik had verwacht van hem. Maar ja, in de zaal heeft hij dat denk ik ruimschoots goed gemaakt. We hadden nog een paar bijzitten die natuurlijk, dat krijg je altijd als je een team hebt die wat luidruchtiger zijn. Maar dat was hij er zeker niet, vond ik in ieder geval, zover ik het kan herinneren, niet één van. En dan had hij van zijn broer had hij weer wat trucjes geleerd. Die ging hij dan voordoen en dan ging ik weer proberen om dat ook na te doen. Want hij had het altijd al wel snel onder de knie. Hij beheerste de techniek al, terwijl wij nog in de fase zaten van om dat nog eens een keer onder controle te krijgen, was hij al gewoon een paar stappen verder gewoon. Samir Makouki wordt in 1982 in Arnhem geboren en begint al jong te voetballen. Bij Arnhemia doorloopt hij de jeugdelftallen tot hij op zijn 15e wordt gescout door de Graafschap. Na daar 3 jaar bij de jeugd en 2 jaar bij de beloftes te hebben gespeeld, wordt zijn contract er niet verlengd. Samir maakt zijn MAO af, gaat HBO rechten studeren en gaat zaalvoetballen. Hij begint bij het Achterhoekse LZV Kuipers en via het Belgische Futsal Hasselt, waar hij ook de Benelux Cup mee wint, komt Makouki bij FC Blok in Beverwijk. Samir wordt met Blok landskampioen, wint de Supercup en speelt in de Champions League. Nadat Samir in 2005 met Oranje 5e werd op het EK, is Nederland er volgende week weer bij op een eindtoernooi. Aanvoerder Makouki is met 117 wedstrijden inmiddels record international. Prachtige inzet van Makouki. Makouki werkt bij Sport United in Doetinchem en geeft regelmatig voetbalclinics. Samir, had jij ooit verwacht dat je het gras zou verlaten en in de zaal zou gaan spelen? Nee, had ik eigenlijk nooit gedacht. Ik dacht altijd als klein jongetje van op het gras voetballen, ja. Profvoetballer worden. Dat was ook wel het droom, zeg maar. Ja. Alleen een x-aantal jaren later heb ik toch die keuze gemaakt. Niet moeten maken, maar heb ik... Ja, die keuze gewoon gemaakt voor mezelf. Straks ga je deze jongens weer zien. Ja. Wat was dit voor team? Zo, leuke team. Ik denk, een paar keer zijn we kampioen geworden. Ik heb er wel goede herinneringen aan. En de vader van Michel, dat was wel echt een topvent. De moeder ook, moet ik ook eens zeggen. Die komt mijn moeder ook nog wel eens tegen. Ja, en het mooie is dat ze dan allebei nu oma zijn. En dat ze dan in zo'n winkelcentrum hier in Arnhem-Kronenburg samen lopen. En dan denken ze, oh ja, tijd vliegt toch wel, hè? Want x aantal jaren geleden waren onze eigen kinderen, zeg maar, nog die kleine kinderen. Want jij hebt inmiddels een... Ik heb een zoon. Van een jaar en 9 maanden nu bijna. Dus... Als hij tegen jou zegt, pap, ik wil profvoetballer worden. Ja. Hoop je dan dat hij dat op het gras wordt? Of ja, in de zaal? Ja, natuurlijk. Laten we eerlijk zijn. Je kan veel meer bereiken op het veld natuurlijk. Ook financieel natuurlijk. Ook niet onbelangrijk. Nee, maar ja, ik zal hem zeker supporten. Ik zal hem zeker steunen daarin. Je gaat straks al deze jongens weer ontmoeten. Ja. Zie je er naar uit? Jawel. Sommige jongens, wat ik al zei, ja, die zie je dan nog wel eens in de buurt. Of dan zie je nog wel eens een keer in de stad of wat dan ook. Maar sommige jongens heb ik ook al echt...
ja, heel lang niet meer gezien. Vandaag ga je ze in ieder geval bijna allemaal weer zien. Bijna allemaal, leuk. Zullen wij de kleedkamer in gaan? Ja, dat is goed. Oké. Ik wil je heel graag een paar filmpjes laten zien van je oud-ploeggenoten. En het eerste filmpje is van René, je oude trainer. De trainer van het D-kampioenselftal van 20 jaar geleden is tegenwoordig babysit. René Tering past regelmatig op zijn kleinkinderen. Degene die nu recht in de camera kijkt, dat is Milou. Milou is al 1 jaar. Dit is Roos. Roos wordt 1 januari. Hoeveel jaar word je dan? 2 jaar. Dat is de grootste. Dat is onze Stijn. Apart om te zien was voor hem ook het talent van Samir Makuki. En één voorval springt er dan uit. Als centrale middenvelder, nummer 10, zoals je speelde. Ik kan me nog wel goed herinneren, een keer een verhaal. Dat hij te vaak was gewisseld, of een keer was gewisseld. Of geschorst was te laat op training. Ik weet niet meer precies. Ja, toen was het alle hens aan dek. Toen wilde hij stoppen. Ik kreeg een heel gesprek met vader erbij. Overigens goed mee praten met die man, vaak thuis geweest. Hij wilde voetballen, niet draaivaster. En ik kan me zelfs toch herinneren dat het hele bestuur daarbij zat bij dat gesprek. Want uiteraard wilde dat iedereen wilde dat Samir voetbalde. En goed, na een goed gesprek is dat ook goed gekomen. En heeft hij gewoon zijn plaatje weer teruggepakt in dat team. Wat was er gebeurd? Ja, ik dacht dat het te maken had dat ik een schorsing zou krijgen. Ja. En ik zou toen terug worden gezet naar de C2 of de D2. En daar was ik niet mee eens. En toen zei ik, ja, weet je wat, dat hoeft voor mij niet meer. En ja. Dat zei ik ook tegen mijn vader. En mijn vader zei ook van, nou luister eens, ik snap wel wat ze bedoelen. Kijk, je moet gewoon je les leren. Je bent een beetje te makkelijk, et cetera, et cetera. En na veel gesprekken te hebben gehad met verschillende bestuursleden... Ja. Zeiden ze van, het is tijdelijk, het is heel even. Maar ik trok gewoon het feit niet van, ja, ik word teruggezet. Ik voelde me, ja... te goed daarvoor, als het ware. Ja. Hey, en hoe belangrijk was René voor jou in de periode? Ik had wel het respect voor hem. Echt een vrijwillige, puur zang. En als ik denk hoeveel hij ervoor deed, heel veel vrije tijd voor inleverde, als het ware. En dat vond ik op zijn minst dat ik wel een beetje kon. Was je er al zo klein jochie, had je daar toen al respect voor? Ja, zeker. Ja? Ja. Dat had ik ook wel geleerd van mijn vader. Hoor. Van luister eens, er zijn heel veel mensen bij zo'n club. Ouders sowieso, die moet je respecteren. Ja. En ik heb volgens mij nog nooit een grote mond gehad tegen René Tering, nee. Samir, jij bent in deze wijk opgegroeid. Goed. Wat kan je vertellen over deze wijk? Over deze wijk? Ja, ik vond het een leuke wijk. Ik heb er heel veel plezier aan gehad. Veel vrienden aan overgehouden. Ja. Ja, ik heb het altijd goed gehad hier in deze wijk eigenlijk. Maar het stond ook bekend als een soort probleemwijk. Ja, maar ja, ik ervaar dat helemaal niet zo. Natuurlijk, misschien zijn de cijfers wel anders. Dat Want, wat zeggen de cijfers? Ja, dat het een van de 40 probleemwijken zijn in Nederland. Is dat zo? Ja, dat had ik. Of een aantal jaren geleden was dat het geval. Maar ja, als je jezelf opgroeit, dan ervaar je dat toch minder. Ik ga niet zeggen dat als ik geen voetbal had, dat ik dan een andere kant op zou zijn gegaan. Yeah. Helemaal niet. Ik heb ook gewoon gestudeerd. Geldt voor mijn broer en mijn zus ook. Yeah. En volgens mij zijn er genoeg andere voorbeelden uit deze wijk die het ook gewoon goed hebben gedaan. Dus om nou te zeggen dat het echt een probleemwijk is, ja, ik ervaar dat toch anders. Hey, en in jouw werk ben jij bezig, met jongeren ook. Klopt. Om ze via sport een andere toekomst te geven. Ja, klopt. Want hoe doe je dat en waarom? Nou, het is een time-out voorziening vanuit school. Jongeren krijgen dus de kans om zich te heroriënteren voor een opleiding. Ja. En, wij begeleiden ze daarin. 12 weken, dat is een bedrijf dat heet Sport United. En dat doen we in Doetinchem. En jongeren komen daar met verschillende problematiek. En dat kan van de scheiding van de ouders zijn tot drugs. En wij begeleiden ze daarin. En ik vanuit de topsport en een collega van mij vanuit pedagogiek. Hoe intensief werk je dan met die kinderen? Ik kan natuurlijk geen voorbeelden geven nu, maar vertrouw mij er maar op dat het heel heftig is als je bepaalde verhalen hoort. En dan hoor je later pas dat meisje of jongetje is pas 16 jaar en dan zoveel meegemaakt. Ja, dan moet je wel even kunnen schakelen daarna dat je het niet mee naar huis neemt. Zeg en maar. Hoe merk je dan dat sport een positieve invloed daarop kan hebben?
Ja, dat is de binding die je hebt met de jongeren. Kijk, vaak zijn het jongeren die toch wel graag of van een potje voetballen houden. Kijk, dat is de basis. En van daaruit ga je een band creëren met zo'n jongeren, waardoor je dus een vertrouwenspersoon wordt. En van daaruit ga je dus de verhalen aanhoren en dan ga je adviezen geven. Ja. En eventueel doorschakelen naar professionele hulp. Wat wil je worden? Profvoetballer? Ja. Ja? Welke helft voetbal je nu? D1. D1? En jij? D2. En jongens, wat vinden jullie van deze wijk? Leuk. Prima. Goeie wijk, goeie wijk. Prima wijk. Ja. Heel goed. Ja. Hier worden topvoetballers geboren. Ja. Ja. Juist. Heel mooi. Ja. Ik ben er klaar voor. Ja, zeker weten. Goeie wedstrijd, hè? Ja, dank je. Kom. Fatih. Lekker. Een bekende? Ja, zeker bekend. Fatih, hoe is het, jongen? Dat is goed. Ja, lekker, man. Hé, hey, hoi. Ik ben vrouwtje. Fatih. Ja, ken je deze nog? Ja, goede tijd. Goede tijd, hè? Ja. En jullie hebben jaren samen gespeeld, dus? Ja, run zelfs. Zelfs bij de Graafschap hebben we samen gevoetbald. Ik denk, hoeveel? 4 jaar of zo? Of 3 jaar hebben we met de trein zijn we samen geweest? Nee, met busjes, weet je nog? Eerst werden we opgehaald met busjes. Ja. Daarna kregen we treinkaart, volgens mij. Klopt, ja. En toen gingen we met de trein. Toen kregen we een auto, toen mochten we op en neer gaan reizen. Ja. Ja, ja, klopt, ja. Dat zit er wel in. Ja, toen, ja. En tot welk? Tweede van de Graafschap hebben we toen afscheid genomen, toch? Ja. Toen ging je naar Turkije. Hij ging Turkije, hij ging zaalvoetballen. Hij ging zaalvoetballen. En ja, ik had echt meer verwacht van hem persoonlijk. Ik was zelf ook speler, maar ja, hij heeft een B was hij aanvoerder. En de A was hij bij Graafschap aanvoerder. En het tweede, ja, dan vind ik toch dat je zo'n persoon toch minimaal een contract in de Eredivisie had mogen geven. Als hoe vind je dat om te horen? Ja, ik hoor het wel vaker van meerdere mensen. Ik heb wel vaker met hem contact gehad en dan zeg ik het elke keer. Ja, maar ja, het punt is, je gaat het op een gegeven moment accepteren. Tuurlijk, het klopt allemaal wat hij zegt. Maar ik was zogenaamd een moeilijke jongen. Ja, wat is dan moeilijk? Ik vond zelf van niet. Punt is wel, ja, op dat moment maak je een keuze of je kiest ervoor. En je hebt op een gegeven moment denk je, weet je, ik heb scheid. En denk je op een gegeven moment 21 jaar, jullie geloven niet in me. Ja, op een gegeven moment denk je, ja, ik klop heel vaak aan die deur van, hey, laat me nou eens een keer binnen. Maar als je telkens keer weer geen kans krijgt, dan denk je op een gegeven moment van, ja, weet je, is het misschien niet goed. Maar op dat moment denk je van, laat maar zitten, ik ga voor iets anders. Dus ik heb altijd geleerd, je moet niet te ver willen dromen. En ook genoegen nemen met wat je hebt. En als ik dan bekijk, ja, ik heb de wereld afgereisd door het zaalvoetbal. Als ik profvoetballer was geworden, misschien bij de Graafschap of waar dan ook, ja, dan had ik de wereld niet gezien. Ik wil je nu heel graag een filmpje laten zien. Toen je nog in de D'tje speelde. Okay. Het filmpje waar jullie kampioen werden ook. Okay. En ik zou aan je willen vragen of je al commentaar wil geven bij de beelden die je zo gaat zien. Oké, okay, nou, ik ga mijn best doen. Ben jij dit? Nee, volgens mij is dit... ik spring op hem. Volgens mij is dat Aysa. Volgens mij die was altijd wat langer dan wij. En wie hebben we hier? Dit is de moeder van Joey, volgens mij, als ik het goed zag. En dit was een kampioenswedstrijd. Volgens mij was het Eldenia. Volgens mij wonnen wij. En wie gaat hier? Dit is de tegenstander. Die scoren volgens mij nu gelijk. Die waren heel blij om te zien. Maar wij maken... Volgens mij winnen wij 4-1 of zo uit mijn hoofd. Hij was op neutraal veld, ergens bij Arnhem-Zuid, volgens mij. Kijk eens, heel veel supporters met ons mee. Ja, volgens mij is het kampioen. Ja, nu worden wij kampioen. Kijk nou, wat leuk. En daar loop ik volgens mij ergens rond. Wist je dat deze beelden er waren? Nee, heel eerlijk, dat zie ik nu echt volgens mij voor het eerst weer. Ik weet ook niet wie dat heeft gedaan. Misschien de vader van Claudio, onze keeper.
Denk ik tenminste. Waar zit jij? Ja, je zit daar beneden, of niet? Ik zit daar beneden, ja. Dit is de foto. Dit is de foto, ja. Als je zo naar die beelden kijkt, wat zie je dan voor jongetje? Wat voor jongetje? Ja, nou, een vrolijk jongetje. En ik kan me nog goed herinneren dat ik echt hele goede vrienden was met een x-aantal jongens. Deden ook naast het voetbal heel veel met elkaar. Bij elkaar spelen, buiten voetballen. Ja, je kent het wel, de hele mikmak. En ja, gewoon een hele nuchtere, vrolijke, vriendelijke jongen. Uit het niets, daverend hard ingeknald naar een snelle corner. Het schot dat Nederland op winst brengt. Tot grote, uitzinnige vreugde van de Nederlandse spelers en ook van bondscoach Marcel Loosveld. Volgende week speel jij het EK als aanvoerder van het Nederlands team. Klopt. Kijk je daar naar uit? Ja, het is wel iets waar ik echt zeker naar uitkijk. Een tijdje geleden hebben wij ons niet kunnen kwalificeren. Echt ook een beetje door pech en doelsaldo. En nu zijn we er weer bij. En ja, daar doe je het wel voor, om op zulke platformen zeg maar, actief te zijn. Tegen de beste van Europa te spelen. Ja. We zitten in een pool met Portugal en Rusland. Ja, dan kan je je borst nat maken natuurlijk. Maar daar doe je het wel voor. En op dat soort toernooien wil je actief zijn. En dat is wat je later meeneemt. Van dat je kan zeggen, ik heb zoveel EK's gespeeld. En ik heb gescoord op een EK. En dan krijg je wel die media-aandacht die je dan zeg maar wel verdient op dat moment. Je hebt 120 interlands gespeeld, meest van iedereen. Heb jij de kwaliteit om Nederland echt zo doorheen te slepen? Ik denk het wel, want ik ben de oudste, terwijl ik niet zo oud ben van het team. 31? 31, ja. En als ik zie wat de trainer, wat voor waarde die nog hecht aan mij, aan mijn mening, maar ook aan de spelers zijn meer. En ook de teamgenoten, dat ze zeggen van ja, je bent echt een leider en je hebt een voortrekkersrol. En ook een verbindingstuk vanuit de coach naar het veld toe, of naar de zaal toe in dit geval. Dus wat dat betreft, ik vind wel dat ik nog een meerwaarde heb voor dit team. En ik heb altijd gezegd, zolang ik fit blijf, blijf ik voetballen. En hopelijk komen er nog wat interlands bij. Ja. Maar als het niet mocht zijn, en als ik voor mezelf bepaal van, hey, dit is het plafond, dan denk ik bij mezelf, ja, dan is het niet erg om dan als record international te stoppen, zeg maar. Gaan we winnen? Ja, kijk, wij zeggen altijd, natuurlijk het wordt lastig. Ja. Maar wij gaan niet daar naartoe om een lelijk eentje te fungeren. Dus wij gaan gewoon ons best doen. Het wordt gewoon lastig. Rusland en Portugal zijn de absolute top van de wereld. En wij zijn denk ik 18 of 19 van de wereld. Dus eventjes, dan heb je een beeld van ja, hoe we staan, zeg maar. Maar we gaan in ieder geval alles geven. En ik zeg altijd, als we een team zijn, dan kunnen we het elke team lastig maken. Ja. Maar als ik ook heel realistisch ben, kijk, de tegenstanders zijn wel beter. Dat moet ik ook wel bij zeggen. Zometeen komt je oude team weer bij elkaar. Mm-hmm. Maar ik wil heel graag nog één filmpje met je delen. En dat filmpje gaat over Willy. Wait. Willy Pas is nu 58 jaar en daarvan werkte hij er al 23 bij de post. Heb je enig idee hoeveel poststukken door jouw vingers zijn gegaan? Miljoenen. Miljoenen. Ja. Ja, je houdt het nu bij, hè, maar als je het even nagaat, dan denk je van een hele hoop. Enig idee hoeveel kilometers je gefietst hebt inmiddels? Nee. Ik denk dat ik wel een keer de wereld rond ben geweest, qua kilometers betreft. Dus, Hoeveel postboten zijn er nog die dit ouderwetse handwerk doen? Ja, hè? Ik denk een stuk of 30 nog. Ja, er zijn er zoveel afgevloeid vanwege die reorganisaties allemaal. Dus ja, het is wel afwachten. Zijn baan als postbode staat dus op de tocht. En daarmee hoort Willy Pas alweer bij een bedreigde soort. In de jaren 90 was hij een vaste grensrechter bij Arnhemia. En ook in die functie voelde hij zich af en toe een opgejaagde prooi. Ja, vaak genoeg in de auto achter mij gestaan van, hey, pas op, ik krijg een klap. En ik had laat in die tijd een wedstrijd in Nijmegen. Eigen vader achter mij, hoor. Dat ik de scheidsrechter heb moeten roepen. Echt, dat was echt een ventje dat je dacht van, nou, daar moet je voor oppassen, want die vliegt zo het hek in open.
Nou, wat leuk houden. Jongens onder elkaar, net 14, 15 jaar. Ga dan geen herrie lopen schoppen. Ga niet flink lopen doen. Plezier is belangrijker. De plezier. En dat, dat moet je hebben in het voetbal. Geen reclame. Lekker buiten lopen. Dat doet pijn. Dat ga je missen. Of je moet iets vinden, ook weer buiten, dan vang je het weer op. Maar als je dat niet vindt, dan wordt het een fabriek. Dat was Willy. Dat was Willy, ja. Ja. Hoe herinner jij je hem? Nou, wat het beeld ook zegt, ja, echt de vaste grensrechter. Ik heb hem volgens mij een x-aantal jaren wel meegemaakt als grensrechter. En ja, ook zo'n vrijwillige puurzang, ja, deed echt alles vrijwillig, was er altijd, altijd op tijd. Ja. En ja, gewoon een liefhebber, denk ik, van het spelletje. En ik heb altijd heel veel respect gehad voor mensen die vrijwillig dat soort dingen altijd doen. Maar hij geeft ook aan dat er best wel wat agressie was. Ja. En hoe zit dat in zaalvoetbal? Heb je daar ook last van, veel agressie? Om heel eerlijk te zijn, niet of nauwelijks. Ja, je hebt natuurlijk wel eens incidenten, maar als ik het vergelijk met veldvoetbal, daar is bijna wekelijks wel iets aan de hand. Ja. In het zaalvoetbal, ja, als een keer wat gebeurt, ja, dan wordt het gewoon gelijk goed gestraft, waardoor jongens sowieso wel iets hebben van, hé, laat ik dat niet nog een keer doen, want dan heb ik echt een groot probleem. De kantine is volgens mij al behoorlijk vol aan het lopen met jouw oud-ploeggenoten. Mm-hmm. Hoe vind je het om ze weer te zien? Ja, wel spannend. Nee, ik ben benieuwd. Zullen we het zien, hè? Kom, we gaan. Yes. Clubgenoten, jullie oude teamgenoot Samir Makoeki. Willy, leuk filmpje trouwens. Nee, hoe is het? Alles goed? Goed, ja. Ook. Mooi, zeker. Twee keer gescoord, hè? Tegen balletjes. Ja, klopt. Twee keer gescoord, ja. Hoe is het, jongen? Was het goed? Ja. Hoe is het? Goed, jongen. Ja, goed, goed. Ja, leuk je weer te zien, man. Zeker. Michel, hoe is het, jongen? Is goed? Lekker? DJ, hoe is het, jongen? Zeker. Lekker? Mooi, man. Zo, hoe is het, jongen? Is goed? Lekker, man. Lekker, man. Hoe is het, jongen? Is goed? Ja, lekker, man. Zo, hoe is het, jongen? Goed, jongen. Ja, goed, man. Hoe is het, jongen? Goed, man. Niet veel veranderd, hè? Niet veel veranderd, hè? Zo, leuk dat je er allemaal zijn, man. Echt top. Zo. Dit was in Denemarken, of niet dit? Het is een van een feestje, denk ik. Ik zie hier ook kampioensfeestje misschien. Leuk in die trainingspak. 5 maanden groot. Ah, mooi. Hij kwam ook echt met rapporten en zo. Eugene. Hij was ook in de ring, hè? Op 1994-95. Kampioen van hoofdklasse was het toch? Ja. Zeker, maar op jullie en tof dat jullie allemaal vandaag zijn gekomen. Dat jullie even tijd vrij hebben gemaakt voor mij. En nou, top, proost allemaal. Proost. Cheers. Het is natuurlijk leuk om die jongens weer eens een keer te ontmoeten en eens bij te praten van waar staat iedereen in het leven, zeg maar, nu. Dan hoor je dat de een heeft al kinderen, de andere werkt hier toevallig aan de overkant van het sportpark. Dus dat is altijd leuk. En je ziet Sam hier natuurlijk, waar het uiteindelijk om draait. Ik vind het wel heel erg leuk om elkaar zo weer te zien. Het is, ja, wat doe jij tegenwoordig? En ja, dat is gewoon leuk om te weten. Want voorheen, ja, je ziet sommige jongens één keer per jaar lopen. En dan groet je elkaar, maak je gauw een praatje. Maar allemaal vluchtig. En dit is wel gewoon een keer leuk. Ja, ik vind het een geweldige avond, ja. Dus als je zo kijkt eigenlijk om je heen en je praat met iedereen. Ja, nou, als je dan toch terugkijkt naar de tijd. Toch je toch weer, ja, wel een aardig elftal eigenlijk gehad. Ja, dat vind ik echt geweldig, ja. En zoals je nou ook ziet. Ja. Degene die altijd bij elkaar zijn geweest, die zijn nu ook nog bij elkaar, laat maar zeggen. Fatih, jij bent Kerim. Waar is het? Even hier opstaan, denk ik. Ze dus passen het er niet op. Zo. Voelen jullie hem weer? We zijn kampioen, hè? Gek. Staat erop. Ja? Ja. Wat leuk. Zo. Tot
Tot zover de heren van voetbalclub Arnhemia. Volgende week ga ik op pad met een van de beste Nederlandse tafeltennissers ooit. En dat is Trinco Kane. Hij werd 6 keer Nederlands kampioen en stond maar liefst op 3 Olympische Spelen. Ik blijf nog even hier om wat oude verhalen op te halen. Cheese.